Ja, straks gaan we gezellig schaatsen. Maar eerst gaan we even praten, Sandra. Je, je hebt de schaatsbaan gevonden. Ja, goedemorgen. Deze. Schaatsen bij je? Achterin nee, dat ook? Niet. Nee, dat, ze liggen al in de auto. Maar dat is meer omdat ik naar Oostenrijk ga. Oh, leuk. Wanneer? Ja, volgende week vrijdag. En dan schaatsen op de Weissensee. Heerlijk. Er zijn wel heel veel golven daar zo. Dus wel oppassen. Hè? Dat, nee, het is al helemaal dichtgevroren. Is het helemaal glad? Ja. Oké. Okay. Skiën, langlopen? Nee, schaatsen. Serieus schaatsen. De alternatieve Elfstedentocht daar. Oké. Okay. Helemaal? Ja. Goed. En dan krijg je ook een soort alternatief kruisje. Ja. Grappig. De eerste keer? Hoeveel nee, volgens mij de negende keer al. Jeetje, hoeveel kilometer is dat? 200. Dat maar een, het is, heen. En dan moet je ook nog een keer terug. Of nee, joh. Ah, okay. Ja, nee. Met de auto. Nee, het is op twee meren. En je hebt een klein meer en een groot meer. En afhankelijk van hoeveel ijs er ligt, zetten ze gewoon banen uit. En dan is vaak één rondje 20, 25 kilometer. Wel leuk hoor. Het is wel leuk. Maar een beetje goed ijs meestal. Soms niet. Nee. Soms ook enorm veel scheuren en krakken, maar dat maakt niet uit. Dat is het is wel echt. Buiten. Is en het is tussen de, in de bergen. Het is echt serieus een avontuur. Ja. Leuk. Grappig. Ja. Kijk, je gaat gelijk, we willen eigenlijk over het theater praten. We krijgen gelijk over heel iets anders. Sorry, jij begint over de ijsbaan. Ja, ik begin over schaatsen. Het is mijn eigen schuld tenslotte. Nee, en, maar dat is wel lekker om je hoofd even lekker leeg te maken. Want ik denk dat er heel veel omgaat in dat hoofd van je. Ja, dat klopt. Ik zei net al, van af en toe heb ik gevoel dat mijn hoofd een aardappel is. Dat, ja. Zullen we beginnen met de leuke dingen? Want de Stadsgehoorzaal, hele mooie voorstellingen. Ook nu komen er nog hele mooie aan. Ja hoor, tot en met eind juni. Ik bedoel, dit seizoen draaien we gewoon nog door. Ja. En dat is ook wel lekker hoor. Want er zijn gewoon heel veel. Het is en blijft gewoon een geweldig bedrijf. Ja. En het feit dat we stoppen, ja, dat is niet gewenst. Het is een keus waar ik ook niet achter kan staan. Maar het is een keus. Ja. En wij hebben ook nu, ik begin toch even met minder leuk hoor, het is makkelijker. Mm-hmm. We hebben het ontslag voor het personeel nu helemaal geregeld. En ja, daarna is het aan de gemeente om te bepalen wat ze verder willen. Ja. Nou, hebben jullie, heb jij heel veel contact met artiesten? En ik heb ook vaak artiesten in de uitzending. En ze zeggen allemaal eigenlijk over de Stadsgehoorzaal hetzelfde. Je bent er zo welkom. Het is een warm bad. Ja, maar dat is ook waar we voor staan. Snappen die mensen het eigenlijk? Als jij er met artiesten over praat, snappen die dan wat er aan de hand is? Ze snappen wel wat er aan de hand is. Maar net als wat ik net zeg, ze vinden het een hele onverstandige, onwelkome keuze. Ik denk dat die komen, ze komen echt allemaal heel graag naar jou. Sommigen die komen expres met hun eerste voorstelling naar de Stadsgehoorzaal. Omdat dat gewoon, dat ze daar goed opgevangen worden. Ja. Ik kan me echt voorstellen dat als jij tegen die artiesten zegt, nou jongens, de laatste keer dat jullie hier komen, dat ze je aanstaan te kijken van, je moet maar eens met mijn mannen van techniek gaan praten. Iedereen die binnenkomt, heeft echt, het is toch niet waar? Het is toch echt niet waar? Ja. En ja, ze moeten continu weer hetzelfde verhaal uitleggen. Ja, het is wel echt waar. Ja. En dat is wel heel raar hoor. Voelt ook heel raar. Ja, ontslag voor je mensen aangevraagd. Wat moeten die? Nou, op zoek naar een nieuwe baan. En gelukkig heeft iedereen nog tot 1 augustus. Mm-hmm. Want ons werk gaat in ieder geval tot en met eind juli gewoon door. Dus we hebben ook nog wel even. En we zijn ook met elkaar, voor elkaar aan het kijken. En dat op zich, ook daarin zie je weer hoe zo'n geweldig team daar werkt. Ja. Want iedereen helpt elkaar, is met elkaar mee kijken. Is met elkaar cv aan het helpen. Gooit gooit vacatures door. En dat op zich ben ik gewoon super trots op wie er allemaal zijn. Dat, Je zou eigenlijk het team bij elkaar moeten houden en ergens het theater over moeten nemen. Nou, we hebben lopen geiten met elkaar van wat, weet je, als we nou als team bij elkaar blijven, wat voor bedrijf kunnen we eigenlijk oprichten? Want we zijn serieus een heel goed team met elkaar. Maar ja, dat is ook niet zo makkelijk in deze markt. Je hebt de tijd ook niet mee. Als je de tijd mee had gehad, was dit ook helemaal niet aan het spelen geweest natuurlijk. Klopt. Dus, hoe zie je je eigen toekomst eigenlijk verder? Ben je daar al mee bezig of ben je echt alleen maar voor je mensen bezig? Heel serieus, ik moet zeggen, ik moet daarmee beginnen. En ik heb er nog wat weerstand tegen. Ook omdat ik zoiets had van, laten we nou eerst maar regelen wat er geregeld moet worden. Nou, hopelijk is dat eind deze week, volgende week helemaal klaar. Mm-hmm. Dan ga ik je schaatsen. En dan moet ik serieus beginnen met bedenken, wat wil ik eigenlijk? Want ik heb zoveel gedaan de afgelopen tijd waarvan ik vond dat ik het moest doen. Mm-hmm. Ook omdat het goed was voor het theater. Ook omdat het goed is voor de mensen. Omdat het goed is voor de stad. Dat ik ook niet zo heel erg meer mee bezig was van, wat is goed voor Sandra? En wat wil ik eigenlijk? Ja, wat wil je eigenlijk? Nou ja, leuke dingen doen. Plezier hebben, genieten van het leven. Want daar ben ik wel goed in hoor. Ja. Hoe lang ben je bij de Stadsgehoorzaal geweest eigenlijk? Als ik de deuren sluit, 10 jaar. Inclusief de verbouwing. Ja, want daar ben je eigenlijk destijds mee begonnen. Ja. Dat was het eerste stuk, een grote bouwput. Ja, dat was leuk hoor. Dat was leuk om mee te maken. Gelijk spannend, immers sluisvoorstellingen, busjes regelen, een beetje pendelen. Ja.
Ja, maar dat was leuk. Dat was, ja. was ook, en ook als je ziet wat er uit is gekomen. En ook de keuze om het theater op te starten. Er een bedrijf van te maken. Het weer lopend te krijgen. Mm-hmm. Ik heb er echt enorm veel plezier in. En heel erg van genoten. Ik vind het een hele mooie keuze nog steeds van mezelf. Ja. Dat was destijds het theater... helemaal een bouwput, zeg ik al. Hè? Ja. Dan moet je helemaal beginnen. Is dat misschien ook de basis geweest voor het team wat jullie toen hebben opgebouwd? Nee. Jullie zijn helemaal opnieuw begonnen. Jij bent opnieuw begonnen. Nou, ik was nieuw. Er zijn natuurlijk een aantal oud-gedienden meegegaan. En er zijn nieuwe mensen bijgekomen. Maar wat je wel merkt, is de... Nou ja, na 2,5 jaar dicht zijn... kom je terecht in een pand wat eigenlijk qua routing ineens helemaal anders is geworden. Wat qua voorzieningen helemaal anders is geworden. Ja. Dus iedereen moet er ook weer mee leren werken. En in dat opzicht moet je elkaar ook dus weer weten te vinden. En hoe loopt het? En waar ga je langs? En wat zijn de makkelijkste wegen? Wat is de makkelijkste planning? En wat je ook ziet is, wij begonnen in 2007 met een bezetting van soms 14 man in de horeca. En nu draaien we hetzelfde met 6 of 7 man. Ja. Dus je merkt ook dat je veel handiger wordt en steeds efficiënter wordt en steeds beter de boel hier kennen. Ja, je moet dat eerst even uitzoeken natuurlijk. Ja. Ik weet wel dat ik... toen nog met sommige festivals meedraaide, dat ik regelmatig in een verkeerd kamertje stond. Hoe ben ik hier nou in godsnaam terechtgekomen? Dus ik dan de weg maar terug. Dus wat dat betreft zijn er een hoop lopen gangen. Ja. Ja. Nog leuke plannen voor de mensen als het afgelopen is? Zijn jullie daar al mee bezig van we gaan toch een soort feest geven? Of? Nee, want ik vind het namelijk geen feest. Nee, maar... We gaan zorgen dat we met een dat we gewoon knallend de tweede deel van het seizoen doen. Wij... Weet je, aan ons zal het niet liggen dat het geen goede tweede helft wordt. En wat ik ook merk is, iedereen is enorm gemotiveerd om goed voor de gasten te zorgen. Om te zorgen dat iedereen naar zijn zin heeft. Om eigenlijk te zorgen dat de beleving zoals die altijd was, niet verandert tot aan het eind. En daar moeten ze echt al heel hard voor werken. Want het kost echt wel energie als je weet dat dit het einde is. Ja. Maar om nog een feest te maken, nee. Want dat vind ik gewoon niet op zijn plek, weet je. Dat, ik bedoel met een feest gewoon, gaan jullie nog een leuk iets... Je moet toch afscheid van elkaar nemen. Ja, maar dat gaan we waarschijnlijk met elkaar doen. Ja. En dat zullen we op onze eigen manier doen. Maar niet met een feest niet of niet met, heel groot. Dat vind ik, nee, dat vind ik in deze situatie echt niet passen. Nee, dat klopt. Nee, maar ik bedoel ook echt intiem onderling. Gaan jullie dan nog iets leuks? Ja, absoluut. Maar we hebben gewoon veel contact. En we zien elkaar veel. En ik heb nu nog, weet je, we zijn nu nog met 11 vaste mensen. En met een stuk of 60, 70 vrijwilligers. En we hebben gewoon veel contact met elkaar. En wat nodig is, lossen we op. En ja, niemand heeft behoefte aan iets uitbundigs nog. En je zegt het zelf al, je hebt 11 mensen en een heleboel vrijwilligers. Want het is niet alleen dat 11 mensen hun baan kwijtraken, maar een heleboel vrijwilligers. Ja, joh. Een hele leuke vrije tijdsbesteding. Ja. Die daar ook met hart en ziel elke keer weer staan. Ja. En een hoop ambulanten en studenten die al jaren bij ons meedraaien. Goed opleidingscentrum, natuurlijk. Ook. Ja, en stagiairs, dat... Ja, het is een beetje laat voor de gemeente om zich te bedenken. Maar ze moeten toch eens kijken of ze niet een seizoen overslaan en zeggen van nou, een winterslaapje. Want ik snap het nog steeds niet. Ik denk ook dat op een gegeven moment komt er heus wel weer wat hoor. Ja. Er is zoveel verdriet ook in de stad. En er is zoveel onbegrip. Op een gegeven moment gaan ze dit zo erg missen. Dan gaat er heus wel weer iets komen. Ja. Alleen niet meer met ons. Nee. En dan hopen dat er in een leuk team gaat ontstaan. En net zo'n warm team. En net zulke leuke voorstellingen. Want laten we gewoon over leuke dingen gaan praten. Hè? Lijkt me een fijn plan. Deze donderdag vlakbij de schaatsbaan. Zo. Want voorstellingen gaan door. Ja. Er komen een heleboel mannen. Die komen dit weekend langs. De Maastricht is daar. Dan staat het podium vol. Ze hebben al gekeken, weet ik. Ja, het hebben past eigenlijk van, niet, maar zoals, zoals gebruikelijk, we gaan het gewoon weer passend maken. Ja, ja, ja. We hebben vaker voorstellingen die eigenlijk niet passen, maar die toch wel passen. Ja. Het is gewoon een kwestie van een beetje met elkaar inschikken en samenwerken. Een heel leuk sprookje komt er. Ja, Sneeuwwitje, van Van Hoornen. Daar ben ik zelf heel erg fan van. Ik ga ook met een aantal oppaskindjes daar naartoe. Mm-hmm. Dat, het is ook een uniek bedrijf eigenlijk, denk ik, Van Hoornen, die heel veel met dezelfde mensen werkt. Ja, ook continu. Ja. En ze hebben zelfs zoveel lol. En dat maakt hun voorstelling altijd leuk, vind ik zelf. Er zitten altijd grapjes in die ze met elkaar uithalen. En zolang als ik ze ken, en dat is volgens mij echt ook al 9 jaar... hebben ze zoveel lol in wat ze doen. En daar geniet ik zelf ook heel erg van. Dat vind ik mooi. Daar hou ik van. Dat is eigenlijk ook het mooiste van theater. Er zijn zoveel mensen met zoveel plezier in wat ze doen. Dat maakt het ook uniek. Ja. En we moesten het ook even hebben, zei jij. En dan moeten we weer kijken over Marco Roelofs. Ja. Ja. Weet je wie dat is? Nee. Dat is de... Ja? Is dat de zanger van de Heideroosjes? Heideroosjes, ja. Ik moest even diep denken. Ja, en die is solo met eigenlijk cabaret. Mm. En het is goed.
En hij staat in de kleine zaal. Het is voor hem nog heel erg opstarten. Ja. En mensen die het aandurven, zou ik het echt willen aanraden. Want het is scherp, het is satirisch, er zit muziek bij. Het is een beetje... Ja, klinkt misschien... is niet helemaal het goede vlek, maar een beetje Freek de Jong in het begin. Oké. Okay. En ik vind het oprecht de moeite waard om hem aan te bevelen. Ja. Een van die pareltjes die in de kleine zaal staan op de vrijdag. Want wat dat betreft hebben jullie ook altijd al veel leuke dingen gedaan. En heel veel uniek talent die kleine zaal ingetrokken. Ja joh, maar daar is hij toch ook voor. Ja. Want je ziet nu dingen lastig worden. Een hoop theaters besluiten om de kleine zaal anders in te zetten. Nou, wij zijn een skippodium geworden 2 jaar geleden. Dat betekent dat je subsidie krijgt op het risico wat je loopt op dit soort voorstellingen. En daarmee geef je artiesten gewoon ook een plek om op te starten. En ik vind dat is nodig, anders is er straks niks meer. Nee. Heb je nog meer van die leuke namen die komen, zo uit je hoofd? Want, zo, jongen, je vraagt me daar Je hebt natuurlijk heel veel dingen aan je hoofd zitten. Wat weet ik eigenlijk niet. Een van je grote vriendjes, die is er vanavond geloof ik al, of morgenavond, Ali vanavond, B. Vanavond, Ali B, maar die zit in de grote zaal. Ja, kijk. En ik geloof dat het is er ook zo eentje, die komt eigenlijk uit de muziek, zeg maar, uit de popwereld. En die is ook... Ja, je kan het niet helemaal cabaret noemen. Maar... Nou, ik heb zijn try-outs gezien. Ik vind het ik vind het erg sterk. Mm-hmm. het is muzikaal. En het is cabaret. Maar het is ook heel erg hij. En dat vond ik heel knap. Het is heel authentiek. Ja. En wat komt er nog meer? Waar ik van hou, rock voor komen richting het einde van het seizoen. Daar ben ik zelf altijd heel erg fan van. Nou, Brigitte Kaandorp komt nog langs als grote naam. We hebben natuurlijk de peuterkleuterochtenden. Ja. En afgelopen zondag was er weer eentje. Nou, briljant. We lopen zo enorm goed dat we moesten zelfs stoelen en zitzakken erbij halen. Het eigenlijk niet mocht of niet paste en toch gedaan. Ja. En wat heel erg leuk is, en dat is komende zondag ook weer, Muziek in de Harmonie. Dat is muziek met wijn. En dat hebben we 1 keer per maand. Mm-hmm. En de wijn wordt door Knaap Wijn uitgezocht bij de muziek. Dus je hebt een soort wijnproeverij bij de muziek. En ik kan je aanraden om heen te gaan. Het is heel erg gezellig. Het is een heel lekkere manier om loungend zondagmiddag door te komen. En je hebt en goede muziek en lekkere wijn. Mooi. Wat dat betreft zijn er heel veel leuke en unieke dingen geweest in het theater. Ja. Ik heb ook nog eens een keertje iets met heel veel hapjes en drankjes mee mogen maken. Culinair. Culinair. En zo heb je een heleboel dingen op de kaart gezet samen met jouw team natuurlijk. Want je doet het niet alleen. Ja, en afbouwen. En dat is toch heel erg jammer. Maar... We kijken naar de mooie dingen, we kijken naar de leuke dingen. Ja, joh. En weet je, het zal goed komen, al weten we nog niet hoe. En al is het niet met ons, uiteindelijk geloof ik echt erin. Het is zo'n uniek iets, het komt gewoon wel weer terug. Ja, daarom. Mensen die willen weten wat er allemaal nog te zien is in de Stadsgehoorzaal, www.stadsgehoorzaal.nl. Ja, en mensen moeten even kijken, want wij hebben natuurlijk de Wintersale. Ja. En als het goed is, heb jij die ook gehad, want die is Schiedam, Vlaardingen, Maassluis verspreid. Met een hoop mooie voorstellingen mooie in aanbieding. Ja. Maar dan moeten ze wel heel snel zijn, want dat is bijna afgelopen. Ja, dat klopt. Ja. Maar voor mensen die nog naar het groot willen of naar iets anders willen, er zitten hele mooie voorstellingen bij. En natuurlijk elke eerste maandag van de maand. De Sirene-sale, ja. Dus kijk. Ja. Reden genoeg om het in de gaten te houden en om gewoon nog eens even... Ja, en om zeker langs te komen, nog even te genieten. En nu kan dat nog. Dat wou ik zeggen. Gewoon nog even lekker te genieten van dat hele mooie theater in Vlaardingen. Sandra, bedankt. Ja, ook dank je wel. Heel veel succes met het schaatsen. Ja. En met de hele toekomst voor jullie. Dank je wel. Voor je hele team. Hey, en jullie ook, hè. Ja, dank je wel. Tot later. Dit was even Winterland Live. Vanmiddag gaan we verder met heel veel leuke andere onderwerpen. Dus wat mij betreft graag tot straks.